Even na 12 uur komen de vrouwen één voor één naar buiten. Onder meer de Pijnakkerse Danique Snelders, de Haagse Maura Visser en Yvette Brok uit Monster. De drie staan hier met gemengde gevoelens. Met wat voor gevoel sta je hier nu op Schiphol? Met een teleurstellend gevoel. Aan de ene kant heel erg blij over gewoon de hele afgelopen 2 weken hoe je die hebt gepresteerd en wat we met het team hebben neergezet. Maar ik denk dat we goed toernooi gespeeld hebben en ja, volgend jaar zeg maar nieuwe ronde, nieuwe kansen. En wie weet komen we dan nog een keer met die gouden medaille terug. Handbal is het afgelopen jaar ongekend populair geworden door de prestaties van deze ploeg op onder meer het WK, EK en de Olympische Spelen in Rio. En dat zorgt voor een ware hype. Ja, ik geloof dat wij dat zelf niet helemaal in de gaten hebben. Maar misschien dat we daar juist ook wel een beetje afstand proberen te houden. Ze leven allemaal met ons mee. Dat is echt superleuk om te zien. Maar ik had hier liever met een gouden plak gestaan. Ja, je merkt echt dat het handbal wel leeft nu in Nederland. En dat is iets om trots op te zijn. En daar moet je alleen maar van genieten. Want dat is niet altijd zo geweest.